Ja, ja, ja. Daar zijn we dan weer. Ja. In een prachtig zonnetje. In een mooi landelijk gebied. Je kijkt over een soort, een soort bosrand met een wei en een grasland. En dan daar een verlaten school. Een verlaten school. Er ligt hier gewoon een verlaten school. Wow, en als het goed is kunnen we daarin. Wat heb je toch een prachtige plek, hè? Ja. En er ligt een geocache. Dus ik zeg let's go dan. Let's go. Kom, we gaan lopen. Nee, ik ga niet lopen. Pak kom maar de auto. Ik denk dat dit het moet zijn dan. Ja. Oh nee. Ik denk dat dit hem is. Kijk dan. We staan gewoon voor die ingang. De oude ingang van de school. En als je hier kijkt zie je dat hek. Het lijkt net of het heel begroeid is. Maar daarachter zie je alweer een weggetje. Dus we gaan gewoon we gaan gewoon kijken wat daar te beleven valt. Ja, het is maar een klein stukje begroeiing dan. Ja. En hier is wel al meer ruimte. Pas op voor de brandnetels. En waar is het dan volgens mij? Volgens mij zie ik het daar verderop al. Ja. Nou, het is dus een oude school met een paar verdiepingen volgens mij. Ja, en als ik denk aan een school moet je dus klaslokalen hebben. Toiletten, kantoren voor de leraren, een lerarenkamer, een gymzaal waarschijnlijk, denk ik dan. En een soort balie, een soort receptie of zo. Ja. Hoehoehoe, ik ben benieuwd. Oh, daar is hij, hé. Daar is hij. Wow, en nog een paar inderdaad bijgebouwtjes. Het lijkt wel of er brand heeft gewoed, zie je dat? Ja. Daar in de schoorsteen. Jeetje. Kijk, daar is hij, de school. Geweldig. Wow. Moet je kijken. En dan staat hij gewoon, hè? Ja. Staat hier gewoon. Hoe bestaat het toch iedere keer weer? Lijkt wel zo'n oud... zo'n elektriciteitsverdeler of zo, hè? Ja. Maar ja, die hele school die moest natuurlijk ook van elektriciteit voorzien worden. Oké, dus we hebben die school daar. Daar gaan we uiteraard in. En ik denk ook aan de GPS te zien dat daar de geocache ligt of in de buurt ligt. Maar er staat hier ook zo'n bijgebouwtje en daar gaan we eerst eens even kijken. Wat zou het zijn, Daan? Eens even kijken of we erachter kunnen komen waarvoor het geweest is. Aha, dat zou zomaar kunnen, de kantine, ja. Dat er in het hoofdgebouw geen kantine was, maar hier wel. Ja. Dat zou zeker kunnen. Ja, je hebt het gezien. Ja. Oh, shit! Een oude piano. Ja, inderdaad. En nou denk ik dat we hierdoor naar de school kunnen. Want dit zal wel de doorgang zijn van hier naar school. Ja. Even kruip door, sluip door dan. Wow, we zijn in de school. Ja. Zou dit de entree geweest zijn? Jeetje, kijk dan joh. Ja, ik denk dat hier echt brand is geweest. Wow. Kijk dan joh. Als je niet... een of andere aggregaat. Oeh, er lijkt wel een kluis. Kijk, wel een vriezer. En wat? Een vriezer of zo. Oh, een vriezer zou ook nog kunnen, ja. Oh ja, tuurlijk. Kijk, want dit zal wel dan de koeler geweest zijn. Ja. Apparatuur. Vriezer, ja, dat zou best wel eens kunnen, ja. Ja, ooit een vriezer. Hier hebben we nog wat.
opbergkasten. Hele kleine kastjes. Ja. Ik dacht eerst toiletten, maar hier is wel een wastafeltje. En het toilet. Mooi, we hebben het idee dat dit een beetje de achterkant van het gebouw is. Dus waar de douche was, waar de spulletjes werden opgeslagen en waar de gymzalen zijn. Want ik denk Daan, ja, het is een beetje laag plafond. Nee, er zijn nog geen gymzalen, denk ik. Geen idee wat dit dan geweest is. Nee, het lijkt me te laag voor een gymzaal, Daan. Ja. Misschien dat dit toch dan de kantine is geweest of zo. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe groot de school was. Ja, in ieder geval elektriciteit ook hier. En hier Daan. Ja. Hoppa, de trap naar boven. Yes. Maar voordat we die trap op gaan Daan, heeft Daan nog iets ontdekt. Ja. Ratatata, een kelder. Wow. Wat stinkt hier wel enorm. Ja. Yo, wat is het allemaal? Ik weet niet of je hier kan lopen. Ik zie wel deze dingen lopen. Oh, nee, dat ruikt niet helemaal vers, Daan. Dat ruikt heel chemisch. Ja, kijk dit. Huh? Is iets anders. Huh? Wat is dat? Zouden we een of ander lab ontdekt hebben of zo? Geen idee. Nou, we hebben hier eventjes snel gekeken en we gaan maar weer terug, want het is, hangt hier een hele sterke lijmlucht. Of lijmlucht of verflucht. Dus ja, dat zal vast niet heel erg gezond zijn. Dus kom maar snel naar boven dan. We gaan gewoon de frisse lucht in, we gaan de trap op. Oh, oh kijk daar joh. Dat denk ik ook. Hey, daar hebben we echt het bewijs dat we op een school zijn. Dit was echt de gang, want hiernaast zijn ook weer allemaal lokalen. Ja. Zullen er weer drie zijn waarschijnlijk. Dus dit was gewoon de gang met drie lokalen aan de zijkant. Die de kapstokken. En de kapstokken, oh ja, geweldig. De kapstokken, ja. Oh, lekker. Dit was echt de schoolgang, Daan. Ja. Dan moeten we maar eens nog een verdiepingje op te gaan kijken, Daan. Ja. Let's go. Ik denk de bovenste verdieping, want volgens mij waren er drie verdiepingen. Of waren er nou vier? Kijk, dat is wel heel erg leuk nog, want hier zit gewoon nog een deur in. Dit was blijkbaar lokaal nummer 10. Geweldig, eens even kijken. Entree! Eigenlijk weer een kopie, hè? Schoolbord. 2, 3 lokalen, dus dat betekent dat je 9, 18 lokalen had. 18 lokalen in deze school, ja. Dat is nog best wel veel. Ja, hè? Ja. Best een aardig grote school volgens mij. We moesten echt keihard, hè Daan? Ja. Weg gaan rennen, want ik ben keihard gestoken. Hier en in mijn arm en in mijn hoofd. Dus we zijn echt gaan rennen. Oh. Maar het waren zulke zwarte beesten, Daan. Ja, het waren een hele grote wespen. Zo, wat waren het, joh. En ze gingen helemaal mee naar beneden. Ik zat tegen Daan, rennen. Oh, en nou ben ik mijn haarbandje ook nog verloren. Ah, oh, dat doet pijn, joh. Oh, ik denk dat hij me meerdere keren gestoken heeft hoor, in mijn gezicht. Hier, maar ook in mijn arm. Oh, volgens mij ligt die cash gelukkig buiten, dus we moeten even kijken. Oh. We moeten niet meer naar binnen gaan. Oh, het doet echt pijn. Het heeft zoveel pijn.
Oh, het doet echt pijn, ja. Ja, het brandt gewoon. Vooral die in mijn gezicht en op mijn hoofd, die branden echt. Ja. Nou, we komen nu een beetje aan de achterkant van die school. Oh, hier staan nog een paar gebouwtjes. Ja. Dit was het schoolpleintje, neem ik aan. Ja. Nog een gebouwtje. We zijn nu in een van de kleine bijgebouwtjes. Ja. En de kerst die moet hier vlakbij zijn, daar. Hier in dit gebouw? Geen idee, ik denk het wel. Het was eventjes zoeken, maar we hebben hem te pakken. Yes, de kerst, hij zat heel mooi goed verborgen. Maar we hebben hem gevangen. En we staan hier tussen die gebouwen in. En ik sta hier met een dik gezicht. En een dikke arm. En een dikke, dikke schouder. En hij heeft ook op mijn hoofd gestoken. 4 keer ben ik gestoken. Ik heb er echt enorm veel last van. En we zijn, ik was namelijk ook mijn bril boven nog kwijt. Na het vluchten. Ze zijn nog naar boven gegaan. Die trappen op. Heel voorzichtig. En wat zagen we in die hoek hangen? Echt een enorme, nou voetbalgrote wespennest. Ongelooflijk, met grote zwarte wespen erop. Heel eng om te zien. En we zijn rond gaan kijken. Gelukkig zag spotte daar mijn bril. En nu zijn we er dus. En we hebben het gehaald. En we zijn gewoon... Oh, we zijn gewoon klaar, Daan. Ja. We zijn gewoon klaar. Oh, en daar staat hij. Die school achter ons. Hier hebben we de cash te pakken. We hebben gewoon alles wat we hebben willen. Ja. Behalve de wespensteken. Die heb ik erbij gekregen. Maar kijk, hartstikke dik en pijnlijk nog steeds, joh. Ja, ik ben niet gestoken. Jij bent niet gestoken, gelukkig. Nee. En jullie gelukkig ook niet. Jullie hebben gewoon lekker veilig kunnen meekijken vanuit daar. Maar wat is het een aanradertje. Ongelooflijk toffe locatie. Een oude leegstaande school. En ondanks de wespensteken. Was het heel vet. Ja, was het echt wel weer heel vet, hè? Ja. Echt wel weer een hele vette locatie. Bedankt voor het kijken, jongens. We gaan deze terug opbergen. En fijn dat jullie er weer bij waren. Ik ga herstellen van die... van die beten. Ja. En we gaan wat lekkers eten, we gaan wat lekkers drinken. En ik zie jullie heel graag weer bij de volgende vlog, livestream. Of misschien wel in het veld. Misschien wel bij een losplace. Doei!